Ik ben Maarten Stoorvogel, ik woon in Groningen, waar ik werk in de Vrijbaptistische gemeente in Groningen. En mijn passie is aan Jezus en jongeren. Ik heb vroeger in de jeugdhulpverlening gewerkt met tieners, maar mag nu al heel wat jaren in de kerk werken. Ik vond het echt fantastisch om hier te zijn. Gelijk al de eerste momenten. Ik vind eigenlijk vaak nog wel iets meer zeggen over een groep. De bid stond van tevoren dan de dienst zelf. En ik vond het gelijk al vet om te merken dat we gewoon met één verlangen Jezus daar aan het aanbidden waren. En super om hier te mogen zijn bij zo'n enthousiaste groep. Jezus is, maar soms vinden we dat best wel moeilijk om te zien. Doordat we worden ingehaald door strijd, worsteling, zonde, problemen in ons leven. Waardoor we dat perspectief op Jezus verliezen. En ik heb de nadruk willen leggen op geloof. Want geloof ziet altijd Jezus en ziet altijd wie Jezus is. En geloof is bovennatuurlijk. Want geloof in alle situaties maakt dat je een stap dichter naar Jezus zet. Dat je Hem aanbidt en dat je nooit opgeeft. Want geloof ziet Jezus. Ik ben buitengewoon geraakt door te zien dat er vanavond zoveel mensen hun leven aan Jezus gaven. En ik zei het ook al in de dienst. Voor mij is er geen grote wonder. Ik heb genezingen, bevrijdingen gezien. Maar ik vind het altijd het grootste wonder als jonge mensen zeggen, ja, ik wil leven voor Jezus. Hier is mijn leven. En ik ben bijzonder onder de indruk van wat de Heilige Geest vanavond heeft gedaan.